met die slagroom. Knofje is een eigenwijs meisje dat alledaagse avonturen beleeft met haar vader en moeder. Misschien ken je haar al van het boek of de tv-serie, maar ze is ook te zien in het theater. Ik zit hier op de stoep met Flut. 4 jaar geleden zijn wij begonnen met theatergroep Pop. En wij hadden het idee om een voorstelling te gaan maken, productie. En toen is onze keuze gevallen Knofje. Zoveel gebakjes, koekjes en brood, weder luxe broodjes. Het gaat over Knofje die een zusje krijgt. Alleen omdat baby bijna komt, wordt Knofje een beetje genegeerd. Ze zijn gewoon alleen maar bezig met de baby. En daardoor vindt Knofje alles stom. En wat maar met baby's te maken heeft, maar stiekem vindt het ook alweer spannend. En omdat ze eigenlijk een beetje aandachtstekort heeft, gaat ze in haar fantasie een wereldreis maken. Om te kijken of ze daar dan wel aansluiting vindt. Leuk. Best wel leuk. Leuk. Ik vond best wel leuk dat ze telkens van andere landen gingen doen en zo. China. En ik pak de premisje. En ze ziet adieu. Frankrijk. Dat was het zo'n beetje. Adieu. Adieu. Adieu.